Hallo, ik ben Thea van HADOC. HADOC staat voor Hulp aan Dieren op Curaçao. En ik krijg dus heel vaak meldingen van mensen die een probleem hebben met honden of katten, die transport nodig hebben. En in dit geval werd ik gebeld door een meneer die, waar hij woont, langs een drukke weg een poes heeft gevonden met kittens en nog een kitten van een half jaar geleden. Hij zegt, ja, die kunnen hier niet blijven, want of ze worden bij de buren in de tuin door de honden aangevallen en doodgebeten, of ze komen op straat onder een auto terecht. Ze moeten hier gewoon weg voor hun eigen veiligheid. Hij heeft een vangkooi bij me gehaald en een kennel en hij heeft de dieren allemaal gevangen. De mama is nu bij de dierenarts geweest voor sterilisatie en dit zijn de kittens. Ze waren in het begin heel erg bang. Ze hingen alleen maar in de kooi bovenin het plafond en moesten helemaal niets van mensen weten. Dus ik ben bezig om ze te temmen. Daarom zitten ze ook alle vier apart in een kooi, los van elkaar met hout ertussen, zodat ze elkaar niet kunnen zien. Want als ze elkaar kunnen zien, dan gaan ze juist weer aan elkaar hechten en bij elkaar steun zoeken. En ik wil dat ze bij mij die steun gaan vinden. En ze zijn nu een dag of vijf in deze kooien en we zijn al aardig ver met hun socialisatieproces. Een van de dingen die ik doe is ik geef ze voer uit de hand, zodat ze die handen niet meer associëren met iets wat heel eng is of wat ze beetpakt, maar ook dat er leuke dingen met die handen aan de hand zijn, want er komt namelijk eten uit. En we gaan ze nu even voeren. Nou, we zijn dus deze katjes aan het tam maken en het gaat goed met ze. Een week geleden, of 4 dagen geleden, hingen ze nog echt boven in de kooi als ik erbij kwam en te blazen en te spugen. En je ziet dat ze nu al een stuk verder zijn. En ik denk dat ze met een week of twee zo ver getemd zijn dat ze het leuk vinden om aangehaald te worden. En dan kunnen ze ook geadopteerd worden. En het is natuurlijk helemaal leuk als ze per twee geadopteerd worden. Maar ja, als er al een andere kat in huis is, dan is één katje adopteren ook een optie natuurlijk. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik kom vast nog wel een keer met andere dieren, honden, katten, kittens, puppies, van alles. Reddingsacties, vangacties. Blijf dit videokanaal in de gaten houden. Zowel van mij als van andere reddingsinstanties hier op Curaçao. Tot ziens.